Hoe maak je een wikkeling voor je veren? Begin even met een lusje. Voor het gemak zet je het lusje even vast met een tape. Zo, die is uit de weg. 1, 2, 3. Ik doe het in dit geval met surfinggaren. Dat kun je natuurlijk doen met heel mooi fijn wikkelgaren of met zijde. Maar dan is het draadje een beetje dun nu voor de opname. Je ziet, ik heb hier nu ook een lus. Daar wil ik vanaf. Haal hier het tapeje af. En trek deze netjes aan. Zo. Nou zit hij vast. Die lus die hebben we nog nodig. Dus die leg ik weer neer. En zet ik weer vast met een tapeje. Het makkelijkste is nu om de schacht te draaien. Zodat je goed je werk kunt blijven zien. Dat je die wikkelingetjes een beetje netjes naast elkaar kan leggen. Waarom doe je dit? Dit doe je voor twee dingen. Je doet het eerste om je hand een beetje te beschermen. Zou je te laag nokken, zou het zo kunnen zijn dat die veer in je hand gaat snijden. Dat doet zeer. Au is meestal niet goed, heb ik al eens gezegd. En je doet het voor het geval dat je je doel zou missen buiten. Dan gaat die pijl die gaat graven in het gras. Het gras gaat tussen je veren inzetten en dan komen je veren los. En dat is niet handig. Zo. Netjes over het begin van die veren heen gewikkeld. Draadje lossnijden. Even. En het uiteinde maken. En het draadje gaat door dit lusje heen. Je ziet, er zit netjes erheen. Als je dan het begindraadje trekt, maak je die lus kleiner. En dan trek je hem een beetje eronder. Uiteinde afsnijden. Het uiteinde hoef je natuurlijk niet af te snijden als je ook door je veren heen wil wikkelen. Dan kun je dat mooi gebruiken. Zo is het eraf. Dit fatsoeneren. En al dan niet voor de zekerheid met een beetje nagellak, lijm, gewone lak, die wikkeling vastzetten. Zo simpel is het.